Hallo mensen van de Dutch Turps. Mijn naam is Gijs. Dit is de GTA 5 launch trailer. En wij gaan vandaag iets totaal anders doen. Wat eigenlijk nog nooit echt zo vaak werd gedaan in Nederland. Zover ik weet. Oh, excuses als het wel is gedaan. Maar wij gaan een traileranalyse doen. En dat gaan we natuurlijk over de launch trailer doen. Die vorige week is uitgekomen. Want aankomende week, dus als deze video kijkt waarschijnlijk volgende week, komt dus GTA 5 eindelijk uit. Op dinsdag 18 november. Voor de PS4 en Xbox One. Ik heb winst gaan malen voor de PS4. En nog heel veel andere mensen ook uit DDG, AGP, noem maar op. Dus het wordt super cool. Er komen super leuke video's aan. Ik ben hyped. Vincent is ook hyped. Alleen Vincent zijn verstandskies is getrokken. Dus vroeg aan mij om de video doen. En ik doe dat met plezier. Bla 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 bla. En stop maar weer. We gaan beginnen bij het begin. Nou, wow, de game ziet er zo cool uit. Oeh, dit is zo leuk. Nou, hé. Nou kan je een keer echt het Centorno, nee, de Vaca logo zien. Nou, dit is singleplayer stuff, wat maakt niet uit. Oh, er staat een bewaker. Oh, de game ziet er cool uit. HD, alles een keer, up to scale, netjes, mooi afgewerkt. En dan komen wij zo meteen als eerste uit met wat er nieuw is. En dat is een nieuwe hond! En in de achtergrond ziet hij dat er een caddy rijdt. Maar de caddy zat natuurlijk ook al in singleplayer. En hopelijk komt hij deze ook eindelijk terug in multiplayer. Dat je hem kan storen in je garage. Ik ben letterlijk misschien, als mensen mijn kanaal kijken, heb je de aflevering vast gezien dat wij zo'n struggle hadden met een golfkaartje. Dus bij deze, nou, de Lost MC is zo te zien ook weer terug. Zoals je kan zien, die vent op zijn rug. Lost MC, bladibla. Nou, dit is nog singleplayer stuff, singleplayer. Dat boeit niemand eigenlijk meer, want we komen allemaal best wel voor GTA Online. En we zien hier een poedel! Een fucking poedel. Nog niet zeker singleplayer of multiplayer, dat blijft de grootste mysterie van heel deze trailers die er zijn geweest. Er zijn 3 trailers, ik zal de links in de beschrijving of in de comments zetten. Dus zeker even checken als je nog niet alles hebt gezien. Nou, singleplayer. Misschien kan dit van het murder mysterie zijn. Dat is de DLC die je erbij krijgt als je hem pre-ordert. En stop hier. Zoals je kan zien is de omgeving een stuk mooier geworden en ook levendiger. Want onderin het beeld, als je hem terugkijkt, kan je zien dat die ratten lopen. En als ik nu zo langzaam frame voor frame ga, zie jij onderin het beeld een yoga spelen. Nee, maar dan zie jij ratten bewegen. En dat betekent dus eigenlijk dat ze inderdaad wel echt superveel hebben gedaan om echt gewoon de wereld nog levendiger te maken dan dat die eigenlijk al was. En dit is de coolste feature. Stop. Als je daar rechts kijkt van de video, zie je daar een muscle car staan en deze heeft Underglow. Beter bekend als Neon en waarschijnlijk wordt dit een nieuwe accessoire die je kon doen. Hij zat al in de PS3 als je je ding ging modden, maar dan werkte hij niet helemaal perfect. Hopelijk is deze beter uitgewerkt, net zoals met de first person. En wordt dit natuurlijk fucking cool. Ik hoop het in ieder geval. Dit is de DLC monster, hoor mij nou, motor van de laatste update. De nog wat, iets in die richting. Hij is ook al een keer op onze kanalen geweest, dus die kan je sowieso terugkijken. Nou, de Field Duster, dat was volgens mij de naam. Maar singleplayer. Ah, het ziet er allemaal cool uit. Oh, stop! Volgens geruchten was dit het nieuwe wapen. Je kan gelijk zien dat alle textures een stuk beter zijn geworden. Vooral voor first person is de gun heel belangrijk. En als je de trailer kijkt, hoor je ook de nieuwe gun geluiden. Nou, we gaan verder, singleplayer. En dat was helaas alweer het einde, mensen. Nou, dat was dus de traineranalyse van de launch trailer. Dus tot zover hebben we eruit gekregen. Komt Underglow waarschijnlijk voor de auto's. Er komen nieuwe honden. En de omgeving is 200 keer levendiger dan ooit. Dus mensen, als jullie nog niet alle trailers hebben gezien, link staat in de beschrijving of in de comments, dat jij allemaal even kan kijken. Ik link allemaal naar de PlayStation kanaal, zodat je geen stomme IGN logos door je beeld hebt. Dat is zo vervelend, dat kent iedereen. Dus mensen, ik bedank je voor het kijken. Als alles mee zit, volgende week op al onze kanalen GTA 5 content op de PS4. Ik heb er zin in. Hopelijk jullie ook. Laat in de reacties achter wat jij verwacht van GTA 5. En dan zie ik jullie later. Pew.